Hallo en welkom terug in de nieuwe aflevering van PES 2020 met Pek Zwolle in de hoofdrol natuurlijk. Ja, de wedstrijd van vandaag is Willem II en Willem II wil het ons natuurlijk lastig maken. Wij hebben nog even een beetje getraind in ieder geval en ja, wil niet zeggen dat het natuurlijk de uitvoering ook de beter van gaat worden natuurlijk. We gaan even naar de strategie, we zullen even laten zien wat we aangepast hebben. We hebben zeker de tactiek een beetje lang opbouw, lange bal. We gaan er niet aan. Ik weet niet waarom de aanval op lange bal staat eigenlijk. Ja, wel. Nou, dan maar even geen voorkeur. Ik had... Niveau aanval en verdediging automatisch wijzigen. Nee, dat laten we nog eventjes... Ik kan mijn... kijk. Kijk, dit is wat ik graag wou zien. Tegen aanval, aanvalstijl breed, aanvalsgebied breed, flexibel, positionering, druk op de voorste linie. Dit willen we dus. We hebben de boel een beetje aangepast en daarvoor gaan we even daar dus op deze manier proberen te spelen. Goed, we hebben er weer proberen een muziekje erop te zetten. Hopelijk part je deze. Zo niet, dan zie je ze natuurlijk niet. ja, nou voor de rest hebben we weinig aangepast natuurlijk. En dan gaan wij nou gewoon lekker... Oh, wat even. Ja, de opstelling is natuurlijk Gios weer in de spits. En daar hebben we Carlsen en Akas op de buitenkant. En ja, de verdedigingslinie staat gewoon allemaal hetzelfde zoals het een beetje hoort. Ja, nou, dan gaan we hier maar eens even mee starten. En we zullen zien wat deze wedstrijd zich er weer gaat bieden uiteraard. Speltips. Met een doelpuntviering kun je spelers naar een bepaalde deel van een stadion sturen waar ze vervolgens het doelpunt gaan vieren. Je moet uitvinden welke verschillende manieren van vieren. Ja, wordt wel aangegeven en anders lekker gewoon laten feesten zoals ze het graag willen doen. Hè? Oh, what a lovely, lovely day. Absolutely glorious weather here as we welcome you to a football match of considerable significance. Great consequence in this part of the world. We've been talking about this one for a while and they have rolled up to it in fantastic numbers. It has been bumper to bumper, the traffic has been extraordinary, but the level of expectation is also very, very high, and these supporters who were queuing round the block for their tickets as soon as we knew the date of the fixture, well now they can't wait for it to begin, and begin it will any second now. Certainly this is a very, very impressive venue, quite a sight to behold. Net wat ik al zeg, de just joining us, we are already on the way. Is op zich wel hetzelfde, alleen het is wel both teams have made a perfect start to the season, which certainly adds to the prospect here. Arkas gets it out to the wing. Van de game it's a good looking cross. Looking for goal! Danger averted for now. Good challenge, he just stood firm. Canning goes looking. Canning Lockwood. Redmond. Oh, dat gaat niet helemaal. Rice. Giorza. Hele slechte voorzet. By the keeper, he's read that well. Anita sends it forward. He acknowledges that he should have come up with something better there. Peter, his body shape was a giveaway before he made the pass, and its obviousness was appreciated. Oh. Canning has it out wide and in space. Redmond. Overtreding, coach. Hoists it forward. Rice loses his balance and loses the ball. Rice is not if he's finds himself eased off the ball.
chance to break. He's picked him out. Isak. And he's shown him a clean pair of heels. Ja, dat is goed gedaan van de keeper. Vasil switches it towards the other side. Redmond. Deze klasse scheidsrechter in de buurt natuurlijk. Pretty robust, but it's got the job done. Oh, die was iets te... Good idea, just poorly executed. Anders dan hier gepland werd. Rice battles to win it back. Vasil. Voor Rice niet zo heel lekker spelen. Over to the other flank. Carlson. Goyos. Out to the left it goes. Canning in with a header. He can pounce on that. Okay, shot maar gebeurt natuurlijk. He was really quick to react to the initial save and he has his reward. Oh, Peter, you can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. Nou, een beetje overdreven wat je daar zegt, vriend. Maar goed, hey, we hebben het rustig uitgespeeld uiteraard. En de keeper had het hier ook even de bal beter weg mogen werken. En uiteraard, de tweede reactie moet je gewoon ook scherp op zijn uiteraard. En daar wordt goed op gereageerd. En zo... Is het 1-0 voor Pek Zwolle? Nu al vasthouden. Zwolle, we have an early lead. Good start. Played out to the right. The referee's awarded a free kick. Mag ik vragen waarvoor? Just a talking to, I think. Yes, it is. Oh, god. Waarom is het tegenstaan, jongen? Oh, wat snel. Nou, we zullen eens even kijken waarom. Ja, te laat ingrijpen. Nou, daar kunnen we wel mee eens zijn. Gets wrestled off the ball. Well positioned to make that interception. Anita. Great strength, too strong for his opponent. Rice spreads it towards the left. Redmond. Looking to break out here. And he certainly caught him there, it's a free kick. Ja, nou. En daar gaan we natuurlijk weer. Ja, ze kunnen niks hebben wat dat betreft. Defending, albeit from an unexpected source. You have to admire commitment like that, because he could easily ignore that and just kind of walk around and let others do all the chasing. But instead, he looks as if he relishes the chance to dig in for his team here. Carlson and through to the goalkeeper. Forward it goes. Vasil cuts it out. Hetik. Zwolle have hit the front early, a foothold in the game. Always when you score early, it gives you such a lift and it casts doubt in the minds of your opponents at the same time. And that pretty much sums up the difference in what we've seen. One team assured, the other a little unsure. Tries to get it forward quickly. Can't get the better of his opposite number. Well, he's not played the ball, that's a foul. Dinners, maar waarom fluit je nou ook je tegen? Want er gebeurt bijna niks. Okay.
Dus ik weet niet waarvoor je fluit, maar... Je bent graag tegen ons, even in de gaten. Dat de jongens nou niet durven in te gaan, want als ze daar hebben, dan is het ook weer meteen een penalty tegen, 100%. Ja, ik vind dat Ruiz daar ook staat te gapen eigenlijk. Nou, dat is wel erg, jongens. Ik kan wel mee even. Zo. Rice. Redmond, Carlson, Zvola, very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Back into the middle. Kijk, hij mag wel verder. To win it back. Anita tries to stroke it through. Decent looking ball. Oh, good, good, good. He's ruffled a few feathers, but well dealt with. Hetik. Arkas. Redmond. Carlson. There are a few waiting for it. Now surely. And it's played forward. Well, that's where he wants it. Arkas provides an outlet. Timely intervention. Nou, dat is altijd even de vraag wanneer de rest weer wakker wordt natuurlijk. Dus ook altijd een punt. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Carlson is lifting it over. Tried to play it through. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Forward it goes. Anita plays it forward. Cannon. Voila, scored early, of course, and the score is 1-0. Oh, next of them. Hetik. Rice. Het is blijkbaar heel moeilijk voor Rice om gewoon. Isaac. Redmond, scorer already in the game. Goyos. He's had a shot. Goyos, he acted so well to bring that ball under control. Looked easy too. Ik had er wel niet verwacht dat die eigenlijk hier ook daar aan zou komen, maar had hem misschien nog een keer kunnen meegeven. Carlson. Carlson hits that long. And they've got it back as soon as they gave it away. Canning. Hey. Yeah, that's top defending in preventing him turning, which can open up many possibilities. Goes long. Goes on, how keep his ball. Keeper.
Vasil is making a foray down the right. Anita did really well to intervene and dispel the growing danger. He gets past his man. Has a hit! Canning tries to get it forward quickly. Well, they're guilty of lacking inventiveness here. It's all broken down. Play for a throw. Hoists it forward. Vasil does well to read it and intercepts. Rice. Giorza. Goyos. Arcas. Lovely bit of skill. Plenty waiting it. He's gone for goal. Oh, 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 oh. Dat was een verkeerde pass. Was de bedoeling dat ik eigenlijk een pass gaf, maar ik zat met de vingers aan de verkeerde knop. And it's played forward. Isaac really was well marshaled there because he was denied the opportunity to turn. Canning. Ah. And helps available out wide. Ah, good. Anita goes looking. Canning. Carlson. Goyos. The shot! Great build-up. It all deserved a better ending. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. And he's there to clear it. Gets the better, hits one! Well, that's caused a worry or two. Good effort, very good effort. He would have at least wanted to make the keeper work, though. Ja, dat is ook eigenlijk weer een schop dat eigenlijk meer van de hopper is dan er op de schop moet lijken. Maar... And they win it back again. Carlson. Oh, de is juist uit, vriend. Ah, moet je doorlopen, maar... Anita. Ja, jongens. Forward it goes. Pings it out wide. And the ball's come loose and the chase is on. Ik weet niet wat hier allemaal de bedoeling van is, maar... ...to get it forward quickly. Looks to clip it forward. Hij had een stop. Hij had ogen met de broekzak zitten ofzo. Oh, sorry. Hettich. Carlson. He's picked him out. Goyos. Carlson. Shoots. Oh, taken with style. A two-goal cushion, and it's looking safe.
Kijk eens hoe blij ik ben. Ja, Oh, what a cracking goal. But a cracking touch as well. That's what made it for me. That's brilliant play all round. So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Looks to bypass the midfield. Are you only been a bit of a Oh, what a ball! Needed to be better than that, and he knows it. Oh, yeah. Questions were asked, but he's given the answers. Has he picked him out? Als ze erbij kunnen komen, de mensen. Gets good distance on it. And they've been caught out here. Looking to force Arkas! Arkas, yeah. Potential goal of the season contender, if only. I just thought he would have the score effect with the ability he has, he can reproduce. Although the other would not kunnen kiezen, maar we zien dat er een sliding in aantal was. Isaac. Voor rustig. Bezig dan met dat ding. Carlsen. Wordt gewacht. Canning. Up for a header! Defense has got rid of that. Ja, dat mag hij ook wel doen, want onze verdediger stond weer behoorlijk te gapen. Anita drives it forward. Big chance! It's broken loose. Isaac hits one. Geen corner. Dat beginnen we niet aan. Best of headers. Well, that's why we all say indecision is fatal. Trouwens, we hebben onze eerste keeper hebben we trouwens eigenlijk ook verkocht. Dat was een Mihailov of zo, weet ik veel, die mannen uit de keuken. Die hebben we trouwens verkocht, die we anders wel hebben. Dus die kunnen we wel verkopen, zetten we gewoon een wat jongere keeper er weer in. En over zijn gewand natuurlijk. Oh. Nee, die komt gewoon niet op. Redmond. Weer zo makkelijk op de voeten. More than happy to take a muscular approach. Giorza. Dat gaat helemaal af. We hit halftime. Would you review the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Zvola sitting pretty here at half-time. 2-0 up. Good. Even kijken, nou op zich qua balletje rondspelen gaat wel goed, qua kansen gaat ook wel redelijk. Overtredingen, we worden gewoon continu weer teruggefloten. In de passing gaat het nog wel redelijk mis. Nou goed, de aantal passen die je dan dus aflevert, mogen we eigenlijk ook niet zo verklagen eigenlijk.
Wij gaan door naar de strategie, want ik heb één speler op het oog die ik er absoluut even niet op die plek wil laten spelen. Eigenlijk vind ik het een beetje zonde. Laat Riesel nog maar even voetballen. Misschien dat hij dus wat beter in de wedstrijd kan komen. De pasen zijn gewoon echt ver knudden, dat is duidelijk. Kan ook aan mij liggen natuurlijk, maar dat zullen we dan wel weer zien. Goed, we laten het gewoon zo voor wat het is. We gaan over naar de tweede helft. 0-2 voor een Pixel. Dat is alweer een goed teken natuurlijk. And the second half gets on the way. Vasil. Gioza. Arkas. Koyos. Ah, die idee was even iets minder dan de uitvoering moest wezen. Ik weet niet waarom die... Uiteraard gaan we weer even terug. That's been trilled forward. Well played, he saw that coming. Hettich did well to step in there. That was more than necessary. Dinks one in. De paas in de land, dat wil nogal aardig mislukken eigenlijk inderdaad. Hè? It's being played forward. Well, no question as to who's winning the battle in midfield at the moment. Some very impressive pressing in place here. Vasil. Rice. Hettich. Redmond. Rice. Gioza. Arkas. And that's sprayed out wide. He's left his man. Niet te makkelijk voor de bal af laten zitten, jongen. Dat mag niet, this time, but I'm sure he'll go again. Up towards the front line. Oh, good interception. And it's Anita. No, no way through there. Nou, wel een corner. Jammer. That'll go straight through to the keeper. Gioza. Rice. Some good work on the right flank. Now, what's next? Ball through needs to be good here. And he's onside. Arkas. It's on going for goal. That's a half decent try. And more than decent attempt, Peter. Who's that? Die optie ging dus nou niet meer op. Finds him. Yeah, he's fouled him there. Dat dacht ik al wel. Speelt gewoon de bal, vriend. Ik weet het. Nou ja, ze zijn er altijd om tegenstand te bieden. Het is meer dan voldoende, jongen. That's too far for anyone. Meebewegen is meer dan voldoende meestal. Hè? Canning. Redmond on a hat-trick. What do you think that'll mean to him, Jim? I think it'll mean a huge amount to him. The way he's been playing, I fully expect him to turn his two goals into three. His appetite has been brilliant and he totally merits a third. He looks a really hungry player right now. Looking to hit the front line. Vasil does well there. Alert. Je kunt die bal onderscheppen hier. Kom op, hè. Anita. Ball's loose. Who's getting there? Carlson. Goyos, he's had a go! Oh,
shame. That was nicely worked. That was created because of good, lively movement, which pretty much dictated the pass. Ja, ik had voor mij van dat ene knopje aan moeten blijven. Misschien had hij hem dan wel iets beter op doel neergelegd, want op zich qua ruimte. Redmond gets it back. Genoeg voor de keeper. Hop. Redmond looking as though he's being given special treatment here. Treatment he could well do without. Yeah, now that he scored, this defense is on high alert whenever he goes anywhere near the ball. Giorza. Oh. And that has been clubbed away. That's a throw. Het idee was leuk, alleen de. Rice. He spotted the run and played him through. Goyos. He's in. Orca shoots! Oh, die had erin gemoeten, jongen. Yes, but by that far. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. Loses his balance and loses the ball. And back to base. Canning. Zvola with his 2-goal lead. Yeah, certainly looking much the more assured side. Tries to get it forward quickly. He's made sure that that won't get through. Giorza. Ja, hier kon je nou even nog Isaac. Doen, Isaac! Oh, that was no routine save. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. Eriksen. Just about up to the hour now. Rice. Hettich, Canning, Goyos, real chance, and the ball's come out, oh, real danger here. Goyos with a shot, yes! Yeah. Het is wel een 3-0-3 voor ons in ieder geval. Dat is wel een heel belangrijk punt voor ons natuurlijk. Deflection may or may not have made a difference. Little matter, it is his. Ja, dat zeggen we. Vroeger zeiden we altijd nog wel eens, nooit geschoten is altijd mis. En uiteraard is bij deze dus het geval waar hij gaat. Eigenlijk via het hakje van de verdediger gaat hij er eigenlijk in. Ja goed, ik niet of mag ook scoren. Is ook leuk, toch? Ah, now some movement on the bench and we are going to see a change. Hoeveelste minuut zitten we al? 3 without reply. This is becoming a stroll. Goes direct to the front line. Ball needed to be better there. It's a wasted chance. Canning. He's looked long this time. It's a decent ball. Has a hit! Sorry. Heeft een voldoende voor een verdediger? Gets wrestled off the ball.
He's got options out wide. The ball has crossed the line, and it's a throw. Gets a good foot in there. Oh, torture. Has a pop! It goes to show he is human after all. Well, he did get himself into a good position. Something for him to cling to. Ik denk even iets te mooi. Ja, al zijn we goed eruit. Zit hij ook in een doekje? Kan ik je wel vertellen. Dan kan de keeper er zelfs niet meer bij. Zo te zien. En of moest je dus. Chiozza. Vasil. Chiozza. Ik wil hem wel naar deze paas geven, maar well, it's a crossing feast here, but I'd advise them to keep a variety in their play to avoid being found out and stopped. Nobody's going to argue with that. Ja, ik wil ook eens aan. Dat is. Hettich. Vasil. Chiozza. Arkas. Redmond. Well, Red, he sorted that out. Forward it goes. Hettich. Canning. He's got through. Vasil. Oh, that is asking for trouble. Hard to complete the ball. He's through and all alone. And it's been taken straight back. Yeah, he was under pressure to get that exactly right. And he couldn't even think of the consequences. It was instinctive and rock solid. Oh, nee, dat was eigen schuld dat ik bel, want ik ging even iets te nonchalant met de actie om. Wat dat betreft. Hebben wij nog verdedigende middenvelders? Jawel toch? Jawel. We gaan even kijken als we even de spelersinstelling. Nee. Nee. Ik wil eigenlijk de opstelling even. Ik wou eigenlijk de opstelling eventjes wijzigen. Dat was het doel eigenlijk. Ah, voor de lange ballen voor de. Nee, volgens mij. Nee, ik denk dat dat er even niet in zit. Dus we blijven even zo spelen zoals het hoort. Jullie doen het goed achterin wat dat betreft. Ik denk dat mijn restback sowieso wel even gaat wisselen. Want dat is nog niet zo'n hele grote ramp. De linksback mag nog even blijven lopen. Maar daar heb ik wel in ieder geval even een frisse verdediger achterin staan. Looking crossfield, changing the point of attack. Redmond. A buccaneering run from the defender. Oh, shooting chance! That is doing no harm. All he'd be thinking is, please, ground, swallow me up.
Oh, een beetje lastig met de verdediger in de nek. Both sides then taking this chance to turn to their benches. He acknowledges that he should have come up with something better there. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. And it's played forward. Carlson plays a clever pass. Tries to get it clear. A real chance to break. Attempts to play it through. Whistle's gone, that's a foul. Hoe kun je er nou een fout zien? Nou, ik weet het niet, maar... Well, that looks like a final warning. Still no card. Ja, nou, laten we eerlijk zijn. Ik weet niet wat die jongen daar verkeerd doet, maar... Kijk, hij komt er gewoon aan. Hij gooit zich er gewoon voor. Mag dat niet als verdediger dan? Zover ik altijd weet, mocht dat altijd gewoon. Vasil is there and he can get that clear. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. I think it's great to see that kind of application and desire from a forward who wants to help out his defence. I think, you know, any good team really, your striker should be the first line of that defence, and he's delivering. Hoists it forward. Has he found his man? Hettich. Hettich moet even geduld hebben. Als je bedoelt, die kant op neemt. Redmond. Rice. Redmond. Hettich. Redmond. Arcas. Played back in. Plays it out to the flank. Arcas provides an outlet. Arcas! Hettich. Seifert. Canning unable to make it happen for all his good... He's one-on-one! And he's searching through. Very good battle there, terrific to watch. Seifert. Going through. Cut out in the nick of time. Ja, ik had alleen even graag gewild dat iedereen er even goed op reageerde. Goed zo. Ahead by three, but they won't want to take their foot off the pedal. Rice, Seifert, Rice, Vasil. Ah, maar ik snap even niet waarom die gozer daar eigenlijk helemaal terugkomt. Oh, real danger here! Dat snap ik dus eigenlijk nog niet helemaal. We gaan nog even gauw even een wisseltje erin gooien. We doen nog even een leuke aanval in de middenvelder. In ieder geval op het middenveld weer even een beetje energie erbij hebben. Zwolle making consecutive changes here.
Yeah, I just think that's really good management, introducing one of his younger players when the pressure's totally off, just allowing him some valuable, easy on-field experience time. Rice. Seifert. Arkas. Seifert. Castledine. Goyos. Goyos with a shot! And he should have made it four. Goyos controlled that with such ease and really ought to have followed it up with a goal. And he just whacks it away. Castledine. Deftly done. Here it comes. A reprieve, albeit perhaps momentary. Canning. Hettich. Rice. Just 5 minutes left. Just brushed off the ball there. Oh, no, that's not the ball he wanted. Canning. Hettich. Eriksen. Canning. Carlson. Canning has it in a wide position, so what next? In with the challenge. Hettich. Castledine. Canning. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Great run, this. He's covered quite a distance. Goyos! Goyos with a shot! Nou, dit was net een keer een schot van Goyos. It's a bit of penetration to go with all this possession. Carlson. Oh. Oh, well intercepted. Really alert to the danger. Time added on will be 2 minutes. Gets it back. Oh, he's going to be pulled back for that one. Ah, middel voldoende. Whistle's gone, and they've got themselves a free kick. Ja, maar door de laatste momenten nog even. Heerlijk, fijn feintje. Oké, hij tikt hem eigenlijk meer op de voet dan op de bal. Nou goed, dat maakt niet uit. We remmen hem in ieder geval eventjes mooi uit. Dat is, al, dat is ook eigenlijk best wel belangrijk. Wordt ook gewaardeerd gedaan. Dank u. Nou, de bal is maar lekker bij jullie jongens. Basile. Rice. Arkas. Arkas clips one through. Gios. Needed a better pass there. Ja, maar op. En wij winnen deze wedstrijd uiteraard. And there goes the final whistle. Zwolle enjoy their perfect day. For their victims, it is entirely imperfect. Comprehensive winners of a one-sided contest. Your final thoughts, Jim? Zwolle showed us why it's so important to seize the initiative. Once in front, they grew in belief and rarely looked at risk. Nou, we hebben uiteraard een... Oké, okay, de doelpunten zijn niet spectaculair uiteraard, maar goed, hey, een doelpunt is een doelpunt uiteraard. En ook dit soort momenten moet je dus ook gewoon als aanvaller ook gewoon reageren.
En dat heeft onze aanvallende middenvelder zeker wat beter uitgevoerd. Ja, twee keer scoren voor hem, dus dat komt ook wel lekker. Verdediging zat er niet altijd even goed bij. Dus bij complimenten voor de keeper uiteraard. Het was onze tweede keeper, maar we hebben hem als eerste keeper neergezet. Nou, de aanval opbouw was ook niet helemaal verkeerd. Oké, misschien wel qua kansen dat we daar iets beter in mogen wezen, uiteraard. En, als ik heel eerlijk moet zijn, het voelde ook heel anders dan... Maar goed, misschien dat we later in het seizoen nog wat beter erin worden. Hier ook een goede redding ook wel. Niet al te strak gekopt, maar goed. Hey. Ik vond de redding van de keeper ook spectaculair. Deze ook trouwens, heel goed gekiept. Hier ging hij er iets te ver naar buiten. Maar ja, hier werden we ook uiteraard weer goed gered door de keeper. En valt weinig overal te dwingen. Hier ook, de opbouw was wel weer goed. Alleen een beetje pech in het afronden van doelpunten. Bij de training ging het ook al niet al te best uiteraard van mij. Ja, hier ook eigenlijk wel een beetje te vroeg ingegleden, maar ja. De verdediging stond ook niet helemaal lekker. Ook hier de aanval weer netjes opgebouwd. Eigenlijk iets te makkelijk voor de bal afgezet. Ook weer goed teruggewonnen. Ja, maar ja, dan moet je nog een bal weer erin proberen te krijgen. Hier ook een heel mooi balletje weer rond laten gaan. Goed uitgewerkt. Hier had hij misschien nog mee kunnen geven. Maar ja, hij zit er wel in. Het is helaas wel weer geduld. Hier ook een hele goede uitbraak. Goed gekiept. Goed rust bewaard. Hier weer eens een foutje van mezelf. Maar ik hem niet zo makkelijk weer voor de ballen voor het laten zetten. Maar de voetbal werd gewoon verder goed uitgevoerd. De uitvoering was verder best wel goed. Hier dan een verdediger in de nek. Dus het is niet zo heel erg dat je deze dan weer mist. Hier hadden we iets agressiever mogen zijn, misschien in het afronden, dat we gewoon rechtstreeks op doel moeten schieten. Nou ja, hier werden we weer tegengehouden door de scheidsrechter, die continu eigenlijk maar een beetje tegen zat te fluiten. Elke keer als we een momentje pakten om sterk te verdedigen. Dus ja, een 0-3 voor Pek Zwolle, dat is toch wel weer lekker in een uitwedstrijd. 385 passen van de 333 zijn er goed gegaan. Nou, Willem II is er niet aan de bal gekomen, zie ik wel, ja. Nou goed, kijken we ook verder niet meer naar. Niet heel boeiend, dit is ook niet boeiend, want hier staat Keisler op een 6. Ik vind dat hij gewoon een 7 verdient. Kenning en Gyoza, die hebben allebei 5,5. Jos mag weten waarom, want ze hebben gewoon hun werk gedaan zoals het moet gebeuren. Dus ik ben daar niet mee eens. We gaan dit weer lekker laten schieten. En we gaan direct door naar de uitslagen. Speeldag 2, Willem 2 in 0-3 tegen Pek Zwolle. Oftewel, Willem 2 verlies van Pek Zwolle met 0-3. Groningen wint met 1-0 van PSV. Heracles verliest met 2-4 van ADO Den Haag en Vitesse speelt gelijk met 1-1 tegen Heerenveen. FC Emmen verliest weer met 0-1 van SC Utrecht en dan gaan we naar de volgende pagina. AZ speelt gelijk met 1-1 tegen Feyenoord. RGC wint met een mooie uitslag van 4-2 tegen VVV Venlo. En Fortuna Sittard wint met een matige 1-0 van SC Twente. Ajax wint met een 2-0 van Sparta Rotterdam. Dan gaan we naar de uitslagen. Nog allemaal niet zo boeiend. Alleen Pek Zwolle staat aan kop met 6 punten. 2 gewonnen wedstrijden. RKC stijgt naar de tweede plaats met 4 punten. En AZ naar de derde met 4 punten. Fortuna gaat naar boven naar de vierde plek met 4 punten. Feyenoord blijft op de vijfde plaats staan met 4 punten. FC Utrecht
stijgt naar de zesde plek met 4 punten. PSV zakt naar de zevende plek met 3. En Willem II naar 8 met 3. ADO, Ajax en Groningen stijgen allemaal een plaatsje met 3 punten. En Heerenveen zakt naar de 12e plaats met 2 punten. Samen met Vitesse die naar de 13e plaats staat. SC Twente, Heracles, Sparta, Rotterdam zakken ook allemaal een plaatsje naar beneden. Met allebei, alle drie met 1 punt. FC Emmen en VVV gaan ook naar beneden, maar die blijven nog steeds op 0 punten staan. Goed, nou dan hebben we deze ronde hebben we dus ook weer gehad. En dan, dan gaan we even kijken naar de teammanagement. Teammanagement laten we lekker allemaal zitten. Dat is allemaal lekker van buiten de uitzending op. Ik hoop dat jullie ook weer uiteraard hebben genoten van deze wedstrijd tegen Willem II. Uiteraard, is weer de vriendelijke vraag voor een like, eventueel leuk berichtje. En uiteraard, vergeet niet op het belletje te drukken voor de notificatie wat je graag op mijn kanaal zou willen zien. Voor de rest wens ik jullie een hele fijne dag en tot de volgende keer in de volgende wedstrijd van PES 2020 met Pek Zwolle in de hoofdrol.